Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op zaterdag 24 februari hield Schaakvereniging Het Paardje haar 27e schaaktoernooi. Met bijna 40 deelnemers uit het hele land werden net zoals in eerdere edities 5 rondes gespeeld in 6 groepen. Speeltempo was zoals altijd vastgesteld op maximaal 30 minuten per persoon per partij. Bij de groepsindeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met hun speelsterkte. Zo zaten 2 jonge spelers tegenover zeer ervaren spelers. Dit geeft wel aan op welk niveau deze jonge spelers al zitten. Aan het eind van de middag werden de 6 groepswinnaars bekendgemaakt. Namelijk Jansen, Koopman, De Leeuw, Willemsen, Kranen en Jaspers. Alle gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Na een aantal maanden voorbereiding was het eindelijk zover. Op zondag 25 februari is door de slagwerkgroep van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia een muzikale pannenkoekenmiddag georganiseerd. Hieraan werd deelgenomen door Poco a Poco, Drum en Melkkorps Sint-Cecilia uit Hoeven, Jeugd Slagwerkgroep Made, Animato Dynamiet en Melkkorps Oranje uit Wouw. Naast dat het publiek kon genieten van mooie muziek, konden ze dat ook van die heerlijke versgebakken pannenkoeken. De OVP-app heeft inmiddels meer dan 500.000 downloads sinds de introductie in juni 2023. De app wordt uitgebreid met nieuwe functies, namelijk het toevoegen van meerdere betaalpassen en het betalen van een openstaand bedrag via iDeal, Mastercard of Visa. Een belangrijke succesfactor is dat de OVP-app voorziet in een duidelijke behoefte van reizigers. Zo biedt de app de reizigers inzicht in de gemaakte ritten en reiskosten. Ook is het mogelijk een eventueel gemiste in- of uitcheck te corrigeren. Door notificaties weet de reiziger of hij is in- of uitgecheckt. Slechtziende reizigers kunnen gebruik maken van gesproken notificaties. Bezorgorganisatie Spotta heeft helaas aan Rondom de Toren moeten melden dat binnen een paar weken de bezorging in de Poolse Dreef, Munnikenhof en Witteweg in Terheide stopt. Daarom is men op zoek naar een aardige vrijwilliger die rondom de toren een warm hart toedraagt en deze 31 adressen elke 2 weken op woensdag of donderdag wil voorzien van een rondom de toren. Meer informatie kun je krijgen via Lisbeth Verdaasdonk en haar gegevens komen in beeld. Op zaterdag 9 maart is de opening van de voormalige Benaderskerk uit 1870. Deze kerk vormt na een intensieve restauratie, verduurzaming en herbestemming het nieuwe hart van het dorp. Als sociaal-cultureel centrum de Benaders. Het monument huisvest nu verschillende verenigingen, een consultatiebureau, kinderopvangorganisatie Kibeo, bibliotheek Take 5 en een theaterzaal. Het project van Boei, Breda Bouw en de gemeente Drimmelen in samenwerking met de inwoners van Made laat zien hoe, met gezamenlijke inspanning,
leegstaande iconische kerkgebouwen weer het hart van het dorp kunnen gaan vormen. Iedereen is welkom tijdens de publieksopening op zaterdag 9 maart van 10:45 tot 3 uur. De komende jaren blijft de gemeente investeren in de kracht van de dorpen in de gemeente Drimmelen. Ze streven ernaar een gemeente te creëren waarbij mensen betrokken zijn en zich betrokken voelen. Iedereen krijgt de kans om deel te nemen en gehoord te worden. Door samen te werken wil de gemeente dat de inwoners veilig opgroeien en zich ontwikkelen. Dat ze mee kunnen doen in de samenleving en vitaal ouder worden. Ze zijn benieuwd naar wat u belangrijk vindt. De gemeente legt u in een bijeenkomst een aantal stellingen voor op het gebied van welzijn, meedoen, werk, inkomen, opvoeden en opgroeien. Uw mening geeft hen richting en helpt hen bij het uitwerken van het beleidsplan Sociaal Domein. Wilt u uw stem laten horen op deze bijeenkomst? Meld u dan voor dinsdag 5 maart aan door een mail te sturen naar ma@drimmelen.nl. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op drimmelen.nl/bijeenkomst-toekomst-sociaal-domein. Het programma is op dinsdag 12 maart van 5:30 tot 8 uur in het gemeentehuis in Malen. U kunt weer subsidie aanvragen voor een groen dak. Deze regeling geldt voor woningeigenaren en voor huurders. Groene daken maken onze gemeente een stuk groener. Kent u ook de voordelen voor mens en milieu? Een groen dak vergroot de biodiversiteit, biedt voedsel voor insecten, verbetert de geluidsisolatie, neemt CO2 op, filtert fijnstof en vergroot het rendement van zonnepanelen. Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie kunt u terecht bij de site die hieronder in beeld wordt gebracht. Op zaterdag 16 maart houdt Mid-Zuid een open dag. Tijdens deze open dag krijgt u een unieke kijk achter de voordeur van het sociaal werkbedrijf aan het Oosterhoutse Wilhelmina-kanaal. U krijgt antwoord op vragen zoals wat werk voor iedereen betekent en waarom Mid-Zuid werkt voor iedereen. In de werkruimte ziet u hoe de ingezamelde kleding verwerkt wordt en hoe een sleepkabel uit elkaar gehaald wordt voor het recyclebare binnenwerk. Of voel de kracht van een bladblazer en merk hoe een exoskelet de fysieke belasting van zwaar werk op het lichaam vermindert. Mid-Zuid blikt daarnaast terug met een fototentoonstelling over de tijd van 70 jaar geleden, toen ze in de voormalige margarinefabriek aan de Bosstraat begonnen als werkgemeenschap Arbeid voor Allen. Waar vroeger mensen van de WAVA vooral binnen de muren werkten, zijn er nu veel op andere plekken aan de slag, van groenvoorziening tot catering. Ontdek hoe mensen met een kwetsbare positie tot de arbeidsmarkt geholpen worden om de weg naar werk in te slaan. Mid-Zuid is er voor iedereen. Werkgevers, jongeren, statushouders en de Dongemondse gemeente Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. U bent van harte welkom op zaterdag 16 maart tussen 10 en 4 uur. Fractievoorzitter Ad Buys van het CAB is door zijn 3 andere fractieleden en het partijbestuur van zijn functie ontheven. De reden is het solistische optreden van de heer Buys. Volgens een persbericht, dat is verstuurd door het bestuur van CAB, liggen de verschillen van inzicht over de manier waarop de heer Buys communiceert met burgemeester en wethouders en met diverse ambtenaren aan de basis van het besluit om met onmiddellijke ingang afscheid te nemen van hem als fractiechef. Wat ook meespeelt is dat de 3 raadsleden van het CAB zich net iets te vaak gepasseerd voelen door hun politiek leider. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal.
U kunt deze week kijken naar onder andere Drimmelen Actueel en Drimmelen Politiek, waarin we in gesprek gaan met Wilma van Beurden van de lijst Harry Bakker en Peter van Gurp van de Partij van de Arbeid. Ook kunt u kijken naar een portret met Jeannette Crezé, Muziek in de Regio met het Olga Vocal Ensemble en het tweede deel van de musical Aladdin, gespeeld door het Minimaxi Theater. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En daarnaast kunt u de tekst van Drimmelen Actueel ook horen op maandag en dinsdagochtend om 10:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!